Hello, I'm Panagiotis Kinigopoulos from Greece. I live in Thessaloniki and people call me Kin. We gaan een samenwerking aan met Kikkers.net om een soort van crowdfunding op te starten. Dat is innovatief, dat is helemaal nieuw. Wat willen we bereiken? Wel, we willen natuurlijk een speler gaan halen, Kinigopoulos, een Griekse belofte international. Die willen we naar STVV halen en we willen daar onze fans mee betrekken. Wat willen we doen? We willen een crowdfunding van 300.000 euro bij elkaar rapen. Dat is het budget dat we nodig hebben voor de transfer te betalen, maar ook voor zijn kosten gedurende de eerste 3 jaar te dekken. To become a professional football player, I think you must sacrifice some things. For Greek people, the problem is that they don't put young kids to play, and we don't get the experienced in football leagues. Here in Belgium, it's the best league for young kids who want to play football, and it's a good league to get discovered. Wat is de return? Wel, iedereen kan investeren. Zelfs vanaf 20 euro kan je al meedoen tot een maximaal bedrag van 1000 euro. Als de speler dan in die 3 jaar zou verkocht worden, dan deelt de fan mee in de winst. Wel, als je een klein bedrag zou investeren, wat al heel leuk is dat je dat wil doen, dan zou de speler dus 3 jaar gevolgd worden. Je kan de speler dan zelf volgen. Je neemt dan eigenlijk deel aan zijn opleiding. Je kan de speler zelf ook opvolgen via onze website. De bedoeling is dan dat hij misschien ooit een dag verkocht wordt. En op die netto winst zal jij dan een vergoeding ontvangen. I'm Yanni Ferreira, I'm 34, head coach of Sint-Truiden. I'm from Belgium. I'm working for Sint-Truiden because the club offered me a great opportunity to work with young kids and the club was really ambitious a few years ago. Now we reached our goal, we reached the pro league and I'm really happy here. The club wants to work with young guys, young talented guys. So the facilities are great. We play in front of a nice crowd. We have 12,000 supporters for each home game. They make a lot of noise, so it's really we really enjoy every minute we spend here. Vanaf morgen zal de crowdfunding officieel van start gaan. Die zal te volgen zijn via onze website en via de website van Kikkers.net. Die loopt gedurende de 4 weken en na 4 weken zullen we dan weten of de crowdfunding effectief van start kan gaan. In my team, in my village, I think I must be a football player. I can be. If I trust myself, I can be. Wel, Kikkers.net en STVV willen een langdurige samenwerking aangaan. Kikkers.net wil ook met andere clubs in zee gaan, maar voorlopig is STVV de enige club en Kinigopoulos de enige speler waar het project dus mee start. Be part of my story. Thank you guys for believing in me and supporting me here in Sint-Truiden.